that once held you all ready to fight. Welkom terug in deze nieuwe video. En deze nieuwe video is weer terug Minecraft Survival. Laten we er gewoon aan beginnen. Ik heb mijn microfoon hier goed zetten. Zo. En we gaan slapen. En zoals jullie zien zijn alle kisten weg. En ja, de kistenkamer heb ik afgemaakt offscreen. Ik was er al bijna mee klaar, maar een paar kisten had ik dan nog offscreen gedaan. Kijk, alles is hier leeg. Gewoon geweldig. En ik krijg weer lage FPS door al die schapen en koeien hier. En ik wil hem daar, deze man, een nametag geven, als het gaat natuurlijk, want dat lijkt me gewoon super graaf om te doen. En normaal gezien heb ik nog een nametag. En hier is dan de kisten storage slash room. En het ziet er best cool uit, vind ik. Nu, anyway, en normaal gezien zitten de nametags hier. Oké. En dan moet je ook nog een anvil maken. En de dinges voor anvil zitten hier. Het is nu wel heel kostelijk om een anvil te maken, dat weten sommigen wel. Anyway, dus ik ga dit doen. Ik zeg gewoon te veel anyway. Anyway, grappig of niet. Oké, dus ik ga even deze iron terugsteken. Zo. Nice. En hier onze zombie pigmen. Ik ga de anvil... Waar zal ik de anvil? Ik zal het wel even... waar ga ik de anvil doen? Ik doe hem wel even hier. Oké, dus een name tag. En ik had een heel leuke naam en dat was, wacht eens, Edgar. Ja, zo, oké. En ja, er staat Edgar op, oké. En kan ik jou dat... Ja! Welkom Edgar! Oh, dit is Edgar, mensen. Welkom, Edgar. Oh, hij is precies groter als mij. Maar vliegt het aan mij? Ja, dat weet ik niet, maar het leek wel zo. Kijk, ik heb nu een arrow langs de andere kant vast. Nee, moet ik niet doen, moet ik niet doen. Nu, anyway. Ik zei dat woordje te veel. Ik was van plan om deze video een slaapkamer te maken, maar ik weet niet juist waar. En ja, hier gaat het niet en daar gaat het wel. Ja, hier heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Hier lijkt me wel een goede plek, denk ik. Dus ik ga hem dan ook maar gewoon hier bouwen. Zo. Nice. Ik heb hier blijkbaar wel nooit goed opgevuld. Maar hier maak ik dus een slaapkamer. En de Nether Portal wil ik ook verplaatsen naar een nieuwe kamer ooit. Want de Nether Portal staat nu hier, maar ik vind dat niet zo'n goede plek. Ah, ik weet niet. Ik vind niet dat de Nether Portal er zo goed staat. Ik weet, zou ik de Nether Portal verplaatsen of niet? Ik weet het gewoon niet. Maar anyway, ik neem het op 30 juli. Ik ben nu al afleveringen voor aan dat nemen. En Edgar, ga je me helpen? Nee, Edgar heeft niet zoveel zin. Dus ja, de zombie pigman Edgar. Hallo Edgar. Wel niet terug naar de Nether gaan, want dat is echt... Nee, niet terug naar de Nether. Ja, en als ze naar de Nether gaat, zien we hem daar wel zeker. Anyway, mijn stem. Wow. ik ga het even uit. What the fuck? Ik heb echt een beetje lijk. Ja, nu toch precies. Oh. Oh, geweldig. Ik zit hier gewoon buiten. Nice. Oh, dan weet ik misschien wel iets tof om te doen dan. Kijk, wacht, ik doe hem nog één ver. Zo. Nice. En cool. Kijk dit dan. What the fuck. Oké. Dus dan gaan we beginnen met het decoreren van de kamer. Ah ja, een soort van decoreren. Je weet wel wat ik bedoel. Ja, eigenlijk weten jullie dat niet, maar maakt niet uit. We gaan gewoon beginnen aan de kamer. Dus hebben we eindelijk onze eigen slaapkamer, want dat werd wel eens tijd. Want ja... oh, ik ga even deze hier moeten weghalen. Zo. Misschien kunnen we hier glas paint zetten. Lijkt me best wel chill. Dus dan ga ik wel even hier veel zand. Hebben we nog zand? Ja, we hebben nog zand. Maar ik vind het wel een beetje zonde om al die zand daarvoor te gebruiken. Dus ik ga even wat zand gaan pakken. Ik ga ongeveer
25 cent pakje of zo. Ik zie wel. We hebben een hele woestijn, dus dat is vrij handig. Oké. Zo even dit zand allemaal pakken hier. Nice. En eindelijk aan onze eigen kamer. Eindelijk een eigen kamer. What the fuck? Oké. Dit is al meer dan genoeg. Zo. Ja. Echt te handig als je woestijn hebt. En ik lijk precies een beetje lijk te hebben. En mijn AVI-file is dat hopelijk niet. Ja, dat zullen we wel zien achteraf. ik heb Endsight nodig. En die kobbel mag hierin. En Endsight zit daar. Polished Endsight ook goed. Oké. Even de grond hier weghalen. Of ja, de vloer. Ook goed. En dan ga ik zo het zand al in de furnace steken. En misschien kan ik het wel een kleurtje geven. Ja, misschien kan ik het zwart kleurtje geven ofzo. Ik heb trouwens niet genoeg aan de side. Hier, voilà, er is nog genoeg. Zo. Oké. Mooi. Dus dan wordt dit onze kamer. En misschien is het dan cool. Ik ga dit wel even weghalen dan. Om hier dan zeg maar een soort van glas te zetten. Een soort van gewoon glas eigenlijk. En ja, dat lijkt me eigenlijk super cool. Ik moet er wel niet invallen. Dus dan moet ik het ook even zo zetten. Zo. Oh. Ik val weer al geweldig. En doe ik het gewoon even. Nee, kom aan, jongens. Zeg. Dan doe ik het gewoon even zo. En wat loopt daar? Ah, een witch. Oh, leuk. Huh? Ah, die is gewoon hier. Ik dacht al, what the fuck, ik ben helemaal aan het spacen, ja. Oké, en stick en redstone, oké. Bedankt. Een stick kan ik wel gebruiken, ja. Hij heeft mij best goede stuff gegeven, hoor. Jammer geen potion, maar ja. Een potion, die moet ik trouwens nog altijd maken. Hier komt... Wacht, hè. Ja, dan doe ik dit zo. Wacht, hoe ga ik het doen? Dit wordt sowieso muur hier. Dus dat ga ik sowieso even weghalen. Ik ga hier gewoon ja, acacia zetten. Niks anders, niks speciaal ofzo. Zo. Ja, ik heb nu wel even te weinig, maar dat maakt even niet zoveel uit. Ik denk dat het beter is als ik de gang eentje langer maak. Ik even... Oh, was even een shock van mijn leven. Holy shit, dacht even dat ik die kwijt was. Ah, al gelukkig niet. Ik ga die deur daar gewoon laten staan, denk ik. Staat er wel goed. Zo dan. Zo. Ah, ik kon net zeggen, zeg alsjeblieft niet dat ik buiten zit. Ga ik even zo doen. Hopelijk valt dat niet te veel op langs de buitenkant. Waarschijnlijk wel, maar ja. Oké, zo. Hoe ga ik dit dan doen? Misschien is het cool als ik dit gewoon met Endsight doe. Ik weet niet, misschien ziet het er gewoon uit goed ofzo. Ik moet wel niet vergeten langs die andere kant een button terug te zetten. Zo. Nice, auw. Oké. Nou, ziet er niet mis uit. En als ik daar dan een leaf zet, auw. Niet de bedoeling. Oké, dit vind ik echt heel leuk om te bouwen, als ik eerlijk mag zijn. Zo, oké. Ik mag toch eerlijk zijn, hè, bedoel. Nee, grapje. Zo, en doen we dit eventjes zo, jongen. Nice. Hier net hetzelfde. Mooi. Dus hebben die muur gewoon even één langer gemaakt. Die gang. Dit ziet er toch niet echt zo goed uit, vind ik. Dus ik ga dan toch veranderen. Dus binnenkort komt hier dan wood dingetjes. Nice. En ik denk dat het wel gaat lukken, hoor. Ja, als ik
gewoon zo doe. Moet wel nog wat wood gaan hakken natuurlijk. Nou, straks kan je gewoon even die plafond hier maken. En oeps, ik moet nog iets doen. Waar is de rest van het zand? Zo, even 4. Nee, nee, ik moet dat gewoon niet. Ik kan het gewoon zo doen. Zo. En ga maar, en jij mag ook gaan. Oké. Oké, trouwens, misschien iets leuks. Ik had overlaatst ergens nog zoiets zien liggen. Dit. Zo. Voilà. Mooi. Ziet er wel grappig uit, oké. Anyway. Dus. Zo. Nice, zo. Het is cool als ik dan wakker word. Als ik dan zo mijn bed hier zat tegenzetten, dan kan ik hier gewoon naar buiten kijken. Fucking awesome. Oké. Hier ben ik dan ook van plan om dingen te zetten. Van die, ja, stairs. Nee, nee. Wooden dinges. Ja, laat het gewoon. Ik kan het niet zeggen, dan ga ik het ook gewoon niet zeggen. Zeg. Oké, hier even. Nice. Oké. Zo. Nice, dan is dat ook weer gefixt. Zo. Ik moet wel die muur hier nog zo eentje langer maken, dit patroon. Maar eerst moeten we wat wood gaan hakken, dat is gewoon de sleutel tot alles. Oké, anyway. Ik zeg het weer al. Fucking hell. Ja. Nice. Er is een creepertje. Misschien is het beter als ik die even dood. Zo. Zo. En zo. Oké, bedankt creeper om dood te gaan of zo. Oké, ik ga even deze boom omhakken. Ik weet niet dat het genoeg gaat zijn. Ik hoop van wel. Nice. Hij dropt wel gelijk een sapling. Oh, en ik kreeg gewoon een dubbelblok precies daar. Oké, hè. Ah, wacht. Hier is nog een blok. Zo. En ja, en dat was alles wat er in die boom zat. Oké. Oh, lopen. Blijven lopen. Het lijkt bij mij als ik record dat ik zo'n lage FPS heb, maar dat komt dat die omzet naar AV. En een AV ziet er best mooi uit. Dus ja. Dat. Ja, het is lang niet genoeg wood. Ik ga al sinds die pilaren hier doen. Zo. Nice. Nee, wacht. Ja, maar anders is dat niet zo gelijk. Dan doe ik het gewoon even wel zo. Dan moet ik dat hier langs de buitenkant wel zo doen, zodat het echt zo op een keef lijkt. Zo. Nice. Denk ik dan. Oké. Zo. Oké, ik weet al hoe ik het ga doen dan, denk ik. Ik weet niet hoe het er mooi gaat uitzien. En is hij trouwens al klaar? Oké, nice. Alles is klaar. Mooi. Dan heb ik nog wat kobbel nodig. En ja, ik heb genoeg kobbel zoals jullie zien. gewoon bezig aan de kamer. Fucking awesome. Ik kan altijd niet geloven, we gaan eindelijk een kamer hebben. Mooi. Ik heb best veel stairs gemaakt. Ik bedoel, slabs. Ik weet niet of het er mooi gaat uitzien, maar ik denk het wel. Kijk, als ik dit nu eens gewoon eens... Oh, FPS erop. Zo doe. Nice. Dan doe ik het ook gewoon zo. Zo. En dan zet ik daar dan allemaal glass panes. En dat past ook zo wel met andere layouts dan. En dan doe ik het ook nog zo. Het is nu wel zo dat ik dan zo moet doen. Zo, omdat ik dan misschien helemaal doortrek, dat moet niet, denk ik. Misschien is het dan ook mooi als we dan hier de torches weghalen. Zo.
zodat er echt geen licht meer is. Alhoewel, dan gaan er wel nog zombies spawnen, dus misschien is dat beter. Niet weg. Nou ja. Dan ga ik dit wel hier even dicht maken, want dan moet dat grotje er wel goed uitzien natuurlijk. Zo. Misschien ziet het er een beetje uit met die dirt. Dat ik dan zo verleng. Zo, oh. Dan doe ik het even zo. Oh. En lijkt dat natural? Nee, niet echt. En als ik dit weg doe dan. Eens kijken. Het ziet er al beter uit. Zo, oh, parkour skills. Ja, laat maar. En zo dan. Ja, best wel. Oké, dan ga ik even kijken of het dak. Zo. Dat ziet mij er wel goed uit, zo. Ja. Yep. Zo zie ik het wel zitten, ja. En als ik dan dit doe. Auw, niet eraf vallen alstublieft. Dan doen we volgende episode verder aan onze kamer. Zo. Wacht even. Zo. Dan is het wel gelijk. Dan is het ook nog eens gewoon gelijk, denk ik. Nee, dan staat hij daar te ver weg. Ja, maakt niet zoveel uit, denk ik. Maakt dat veel uit? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien is het toch beter als het gelijk maken. Dus die grot hier ook wat groter maken dan. Een soort van. Zo. Nee, fout. Ja, krijg ik het meer? Oké, ook goed. Zo. Nice. Dan ga ik even dit hier zo weghalen. Zo. Mooi. Kijk waar Edgar aan het uithangen is. Maar hier is hij niet. En hier is... We maken het terug naar... Ja, hij is terug naar Nether, denk ik. Ja, we zullen volgende episode wel eens kijken. Ja, hier hangt Edgar ook niet rond. Ze zal waarschijnlijk wel in de Nether zitten. Edgar, godverdomme, jongen. Ik hoop niet dat ik een name tag heb verspild aan hem. Dat zullen we wel zien, zeker. Oké. En het ziet er niet verkeerd uit, dan. Dan vul ik het even nog met dirt. Zo misschien. Ja, het ziet er niet slecht uit, hoor. Nee, nee. Zo. Zo. Oké. Dus dan is het ongeveer tot dit gekomen. Oké. Dan moet ik daar wel nog een ding zetten. Hier. Zo. En dan ga ik de glass paint zetten. Ik ga het zo... Ik weet... Zou ik het een kleurtje geven? Nou, mijn kleurtje heb ik wel het risico dat het lelijk is. Dus nee, ik ga het niet doen. Hoe moest ik die... Ah, zo moest ik die dingen maken. Oh, dat was lastig. Perfect een stekje glass paint. Zo. Nice. Oh. Godverdomme. Zo. Ik ben heel geconcentreerd. Zo. En ziet... Oh, het ziet er best cool uit, hoor. Vind ik wel. Misschien kunnen we zoals decoratie hier nog wel een paar leaves zetten. Zo. Kunnen we het zo een beetje doen, zo. Zo, ik wil nog wat meer leaves nodig.
Of wacht, die staan. Ja. Moet ik wel even terug naar binnen lopen natuurlijk, want ja, dat is zo goed als afgewerkt. Als je mij begrijpt. Misschien kunnen we er ooit nog een keertje iets anders zetten, maar het ziet er best vet uit, vind ik. Ja, dan ga ik zo. Nog, oh, die staat verkeerd. Nice. En we gaan kijken naar de tijd. Zo. Oké, dan ga ik even kijken. Ik ga even trouwens dit doen, wijden. En die redstone ook wijden. Ja, we hadden eigenlijk nog half. Oké, okay. Dan hebben we nog wel op overschot. Ja, dat is niet mis. Hoe meer op overschot, hoe beter eigenlijk. Zo. Dan heb ik het liefst nodig. Dat had ik nodig. Zo. Ik pak ze zo gelijk allemaal mee, want ja. En ik kan ook gelijk nog een boompje omhakken. Zo. Een boom die niet in verbinding staat met een andere boom. Wat als ik al dat wood hier in één keer zou weghalen? Holy shit. Oké. Dan ga ik even, ja, deze boom, die staat volop in verbinding met die andere. Jammer dan. Zo, dan haal ik. Kijk, dan doe ik het gewoon heel simpel, soort van. En dan doe ik dit. Zo. Oh, nee, wacht. Zo. Nee, fuck. zo. Nice. En hier net hetzelfde. Zo, en nu zullen ze niet meer groeien aan elkaar. Nee, als ik die omhak dan bedoel ik. Oké. Zo. Dan kunnen we deze boom weghalen en dan zijn we bijna rond met onze bomen. Zo kan ik er al een nieuw sapling zetten. Een nieuw boompje mag er. Misschien. Ah. Zo. Nice. Oké, okay, anders staat nog een sapling, mooi. Waar zal ik die zetten? Ik zet hem gewoon hier. Waarom staat hier een boom? Oké. Okay. Nice. Dan ga ik maar naar binnen. Het zal nog niet slapen in de slaapkamer worden, maar ja. Ik heb er trouwens ook geen opgepakt. Zo. Mooi. En dan ga ik gewoon even slapen. Geweldig. Oké. Okay. Dan ga ik even de wood zetten hier. Zo. En dan. Hij is bijna klaar met de slaapkamer. Zo, oh, hier staat. Hier moet ik wel nog een paar dingen fixen. Zo. Nice. Ik heb eigenlijk nooit aan gedacht om hier mijn slaapkamer te zetten. Why not? Het is een best chill uitzicht, zo. Alleen de glas, ja. Dus ja, het is en blijft glas natuurlijk. Misschien is het cool om een witte skull ons aan de rand te houden. Ja, dat ziet er best wel cool uit. Wat? Nee, de witte skull is gewoon weg. No! Onze witte skull, why? Is gewoon weg, flikker. Oh, zo. Ja, dan is het even zonder witte skull. Ja, het is eigenlijk wel jammer, maar ja. Ja. Ja, dat is rot. Ah! Oh, hier is onze witte skull. Damn. Ja, ik kan wel niet meer mijn andere hand houden hoor. Dat was niet een grappig witte skull. Hij leeft nog hoor. Slimmerik. Ah, zomaar grappen mee uithalen. Oké. Okay. Hier heb ik nog wat wood. Dan hoef ik die andere niet direct om te zetten. En dan ben ik van plan om hier ooit eens een mooi dorp te bouwen. Want dit uitzicht is nu niet zo mooi, maar. Ooit hopelijk wel. Zo, ik er wel even in. Zo, oh. Nice. Het is wel een goede vraag, hoe kan ik dan hier terug opkomen? kan ik het niet zo doen dan?
zo, wacht. Ja. Oké. Okay. Er komt nu een video, Emily, proficiat. Ik ga het er niet uitknippen. Zo ja, dat is mijn zus dus. Ah, oh, fuck. Nice. Dan ga ik hier, oeh, Leon. Ook nog een stukje hout zetten. En een torch, bedoel, en een button. Zo. En dan verpest dat toch niet helemaal. Dus ja. Oké. Alleen, dat staat er wel best wel random. Die torch, daar. Ja, ik zat daar ook best wel random. Dus dat wil ik ook even wijden. Zo. Nice. Oké. Okay. En dan, oeh, ik pak wel die van deze. Zo. En misschien ziet het er nog gewoon beter uit. Of als ik een gewone deur pak. Zo. Ik ga even aan een deur pakken uit mijn basis. Wacht, uit mijn oude. Allee, uit mijn oud huisje. Dus wacht even. Ja, maak deze deur. Dank u. Geef mij de deur. Mooi. En dan ga ik die deur, ja, soort van teruggebruiken eigenlijk. En het ziet er toch best wel vet uit hoor. Ja, ik vind van wel. Het ziet er niet zo goed uit, maar het ziet er best cool uit. Wacht, oh, oh joh, die FPS. Ja. Alleen dat misschien. Zo. En dan ga ik hier wel nog wat liefs hieronder als decoratie zetten. Zo. Niet dat je er zoveel van ziet. En trouwens een Enderman daar. Zo. Zo. Ja, het ziet er zo best wel chill uit, vind ik. Misschien kunnen we daar een bankje neerzetten. Dus dit is dan gewoon de kamer. Mooi, mooie slaapkamer, dat vind ik toch wel. We kunnen er best hard door zien. Maar kijk, dus toch geen probleem als ik dit gewoon zo doe. Wacht even. Wait for a moment, wait for a moment. En nu denk ik, oh nee, je gaat toch niet afbreken. Zeker je automatisch furnace systeem natuurlijk niet. Zoals de spoor staat er. What? Oh my god. Huh, ik heb ineens twee rails vast. Waar kom je? Shit. Fucking hell. Ah, oké. Okay. Huh? Ik heb ineens vier rails. Dat is gewoon een dikke bug. Glitch. Oké. Okay. Dus we hebben een infinity rail source. Ik ga die ook niet despawnen. Dus dat is Minecraft zijn schild. Wacht, hier moet ook nog wood. Zo, en ik ga hier ook nog voor de zekerheid, ja, hier ook nog wood zetten. Zo. En dan ben ik al best lang bezig, weer al. Oh. Oké, dan kan ik... Oké. Zo, nice. Ah, en natuurlijk dit nog. Ook nog wegdoen. Zo. En wood zetten. En daarnaast ook nog. Ik wil echt eigenlijk dat je het echt niet ziet, zeg maar. Zo. Nice. En. Huh. Oh, kijk die storage aan. Geweldig. Ja, er zitten toch best veel glitches. Oh, kijk, het brandt nog altijd, maar ik zet er wel gewoon terug in dingen. Er zijn heel veel glitches in deze snapshot. Dat ik het jou gezegd heb. Zo. En als je zo loopt, is het ook lelijk. Kijk, ik doe het gewoon zo. YOLO. En doe ik gewoon gelijk heel die kamer. Ik weet ook niet waarom er hier twee random liever staan, maar... Hey, weet je, het zal wel. Waarschijnlijk zat mijn inventaris vol. En had ik geen zin om die eruit te doen. Huh?
En toen was mijn hout weg. En toen stond er een random torch. What the fuck? Oké, we hebben een torch bij, maar we zijn wel het hout kwijt. En krijg ik het hout nog terug of zo, of niet? I don't know. Wat? Ik wil mijn hout terug. Oh my god. Mensen, we gaan de kamer de volgende episode afwerken. Dus vond je deze video vast een blauw duimpje de volgende keer. En de volgende keer meer dan. En nou de beetje.